super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik zit even in een iets andere setting. Ik wil namelijk een make-up look gaan maken met de nieuwe producten van het Kruidvat. Ik heb een aantal weken geleden een video opgenomen waarin ik de producten liet zien. En toen heb ik gevraagd of jullie het leuk zouden vinden als ik ook daadwerkelijk een look zou maken met deze producten. En daar komt toch wel positieve reacties op dat jullie dat leuk zouden vinden. Dus dat ga ik dan ook gewoon doen. Ik heb de producten hier voor me liggen en ik ga gewoon eens even kijken wat ik ervan vind. Ik ben wel van mening dat het voor iedereen heel verschillend kan zijn, dus ik ben heel erg benieuwd wat deze producten voor mij gaan doen. Dus mocht je benieuwd zijn naar welke of ik de producten een beetje fijn vind, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Zo, ik ga beginnen met drops. Het zijn de Even Skin Pore Refining Face Drops met Hyaluronic Acid. Dit zijn deze drops. Die ga ik allereerst eventjes aanbrengen. Ik ga dit met een, wel even met een sponsje doen. Nee, met een kwastje doen. Ik hou er niet zo van om dingen met mijn vingers aan te brengen. Maar dan moet ik wel even het juiste kwastje vinden. Ik heb een kwastje gevonden. Ik ga het is een pipetje. Je moet hem even schudden voor gebruik. En die gaan we dan als eerste eventjes aanbrengen. Dus ik doe gewoon wat op het kwastje. En dan ga ik dit even aanbrengen. Als ik even niet naar de camera kijk, kijk ik naar de spiegel. Want die heb ik hier staan, zodat ik ook een beetje kan zien wat ik aan het doen ben. Op zich voelen ze wel lekker aan. Het zijn eigenlijk een soort van hydratatiedrops, waardoor je gezicht nog net iets meer gehydrateerd wordt en op zich voelen ze prima aan. Dus daar heb ik eigenlijk niks op aan te merken. Dus ja, die voelen eigenlijk wel goed aan. Ik heb niet al te veel aangebracht, gewoon een klein beetje, maar het voelt op zich wel heel erg lekker. Dus dat zijn drops. Dan ga ik nu verder met een primer. Ze hebben twee primers. Ze hebben een matte primer en ook een primer op oliebasis. Ik gebruik de Beyond Gold Oil Blend Glow Primer. Ik wil die op oliebasis gaan gebruiken en dat is deze. Deze ga ik even goed schudden. En die ga ik dan even met hetzelfde kwastje aanbrengen. Dit werkt ook met een pipetje. Ik heb wel het idee dat ik een heel erg glowy gezicht hiervan ga krijgen. Ik moet ook zeggen... Oké, ik ga het gewoon aanbrengen. Het stinkt heel erg. Het ruikt echt niet lekker. Nog een klein beetje erbij. Moet ik zeggen, het pipetje zit niet helemaal vol. Dat vind ik heel erg gek. Maar misschien komt dat door de oliebasis. Hier nog een beetje. Ik zie nog niet heel veel van de glow terug, moet ik zeggen. Maar, oké. Ik vind wel dat er genoeg op zit. Ik zie een lichte glow. Het is niet heel erg glowy. Dat vind ik op zich wel fijn. Want als je echt een heel erg glimmend gezicht gaat krijgen, vind ik het ook niet geweldig. Maar het is echt een lichte glow. Dus op zich is het leuk. Maar hij is wel heel vet, omdat hij dus op oliebasis is. En dat is wel even wennen. Dan gaan we door met foundation. De Stay With Me White Foundation. Een long-lasting foundation met SPF 20 in de 010. Dit is de Fresh Nudes. En dat is deze. Deze zit best wel goed dichtgezield, want er zit dus ook een extra dopje op. En dan is dit de foundation. Die ziet er best wel cakey uit. Dus ik ben heel erg benieuwd of het ook echt cakey gaat zijn op mijn gezicht. Ik zal jullie even wat inzoomen, zodat jullie even wat beter mee kunnen kijken naar het aanbrengen van de foundation. Zo, even jullie wat dichterbij gezet. Ik ga wel weer even een kwastje pakken. Ik gebruik ervoor mijn Real Techniques kwast. Daar ga ik het mee aanbrengen en dan ga ik het later uitblenden. Ik neem gewoon wat op de kwast. Op zich gaat hij er smooth overheen, moet ik zeggen. Maar dat kan wel komen door die primer die wat
vettig is. Zoals ik het op het eerste gezicht kan zien, is de kleur ook best wel goed. Dus dat ziet er wel goed uit. Maar we gaan hem even uitblenden. En dan merk je toch wel dat het toch wel wat minder wordt met het, de kwaliteit. Ik vind het denk ik niet super. En hij voelt best wel cakey aan op mijn gezicht. En ik ben ook zelfs een beetje bang dat hij best wel mijn make-up een beetje zal gaan verschuiven. Als ik eenmaal alles erop heb zitten. Ik had ook best wel een plekje hier. Dus ik weet niet of de dekking heel erg goed is. Ik vind het lastig. Maar ja, op zich, de dekking ziet er op zich prima uit. Het is niet heel overdreven. Maar ja, het kan er op zich wel mee door. Maar ik denk wel dat ik, ja, wat dat betreft wel betere foundations heb gehad. Ik ben niet heel erg onder de indruk van de foundation. Omdat hij dus best wel wat cakey aanvoelt. En ik heb niet het idee dat de dekking echt volledig is. Dat je echt best wel meerdere lagen moet aanbrengen. Maar ik wil ook niet een super grote laag aanbrengen. Omdat het wel ook niet echt heel erg prettig lijkt. Maar oké. Ik gebruik de Stay With Me Concealer. Dit is een long lasting concealer met SPF 20. Dit is de kleur 010 Very Nudes. Oké. Dan ga ik door met concealer. En hier ben ik een beetje bang voor, want ik ben dus bang dat hij de boel een beetje gaat verschuiven. Ik breng het altijd onder mijn ogen aan. Op mijn neus. En ik heb hier een plekje waar ik het even op aan ga brengen. En nou is de vraag, gaat het mooi blijven zitten? Ik ga het met een foundation kwastje van Real Techniques uitblenden en ik ga het een beetje met ronde bewegingjes doen. Omdat ik bang ben dat de foundation best wel gaat verschuiven. Je kunt hem niet echt lekker inblenden door de foundation. En dat is wel jammer. Ik probeer het heel zachtjes te doen. Ja, foundation is op zich prima. De dekking vind ik wel goed. Dus het is niet heel overdreven. Maar het is op zich prima. Ik zie niet heel erg veel verschuiving. Dus dat valt me mee. Dus dat is dan wel weer prettig. Normaal zou ik de boel eerst gaan afpoeieren. Maar ik heb een vloeibare highlighter. De George's Glow Illuminating Face Drops. In de 020 Fine Rose. En naar mijn mening werkt het gewoon het beste als je dit aanbrengt op je foundation en onder de poeder. Dus ik ga eventjes weer een kwastje gebruiken. Ik zal ze eerst even heel goed schudden en dan ga ik het een beetje aanbrengen. Ik weet niet of dit werkt met een kwastje, maar we gaan het gewoon zien. Dan kan ik het er altijd nog een beetje blenden met mijn vingers, maar daar ben ik niet echt een voorstander van. En vaak met kleine ronddraaiende bewegingen lukt het ook wel met een kwastje. Ik doe hem gewoon heel licht. Ik wil niet te veel vegen, want ik ben best wel bang dat hij de foundation gaat wegsmelten. Dus ik breng hem gewoon heel licht aan. Ik vind de glow heel middelmatig. Ik vind hem niet heel goed zichtbaar. Maar oké. Ik ga de boel eerst maar eens even afpoederen. En ik gebruik een losse poeder. Want ze hebben alleen losse poeders helaas. De Flawless Finish Translucent Matte Setting Powder. Ik vloei vast, hè.
Vind ik best wel jammer. Ik ga het gewoon een beetje in het dingetje kieperen, in het dekseltje. En dan gaan we dippen. Een beetje aftikken. Ik ga dit ook weer een beetje deppend aanbrengen, maar ik krijg allemaal poeder in mijn mond. Maar waar ik inderdaad al bang voor was, is dat je de highlighter niet meer terug ziet. Nou, het afpoederen, dan heb ik nog de matte variant gepakt. Maar als je dit gewoon gaat aanbrengen, deze highlighter, over je poeder, dan gaat de hele boel verschuiven, omdat het een beetje vochtig is. Oké, praat nooit tegelijkertijd als je poeder aanbrengt, want je krijgt allemaal poeder in je mond, wat ik dus nu heb. Poeder vind ik op zich wel goed. Hij is wel goed, goed afgepoederd. Er zit helaas geen bronzer bij. Dus die kan ik dan niet aanbrengen. Dat vind ik wel heel jammer. Want dat had ik toch wel leuk gevonden als ze die erbij hadden gedaan. Maar oké, dan skippen we dat wel. En dan gaan we door met het aanbrengen van de blush. De Velvet Glow Baked Blush in de kleur 020 Rose Pink. Het is wel een mooi kleurtje als ik hem zo zie. Ik vond dit de mooiste die ze hadden. Oh, ik heb allemaal poeder in mijn ogen. Dus ik ga het gewoon een beetje opnemen met de kwast. Wel heel mooi. Je ziet hem wel licht komen. Je moet hem een beetje opbouwen. Het is niet dat je gelijk echt zo'n glowy roze kleur krijgt. Ik had het idee dat er ook een beetje glow in zat door de witte pigmentjes. Maar die vind ik best wel mooi. Die valt niet tegen, moet ik zeggen. Die vind ik echt wel heel erg tof. Dus dat is wel weer echt een groot pluspunt. Alleen het nadeel is dat nu echt alles onder de poeder zit. Dus dat is even minder. Voor de wenkbrauwen ga ik twee producten gebruiken. Ik heb jullie even heel ver ingezoomd zodat jullie beter kunnen zien. Ik ga beginnen met een wenkbrauwpotloodje. De Arch Perfect Eyebrow Micro Pen in de kleur 010 Deep Taupe. Deze heeft hele kleine haartjes en die moet je dus een beetje gaan bijtekenen. Dus laten we het eens proberen. Ik moet zeggen dat dit niet echt heel erg mijn ding is. Dat ik het heel erg wennen vind. Dit soort producten. Je moet eigenlijk hele kleine streepjes tekenen. Dat is best wel lastig. Op zich verbaast het me dat er nog wel pigment uitkomt. Op zich vind ik het niet heel verkeerd, maar ik ben wel meer van de poeders. Je kan het bij de poeder toch wel wat meer en beter maken. En dan gaan we hem even afmaken met de wenkbrauwgel. De Metastay Fixing Eyebrow Gel. In de kleur 020 Warm Brown. Die gaan we ook even aanbrengen. Kijken of dat wat meer doet. De kleur is op zich goed. Hij maakt het wel wat donker. Maar op zich vind ik het niet heel verkeerd. Ik weet niet wat jullie vinden. Maar op zich is het niet heel verkeerd. Voordat ik de ogen ga doen, ga ik eerst mijn wenkbrauwen even primen. En dat ga ik met de
primer doen. En die is dus blauw. Uit de Curl Booster Caring Lash Primer. Deze heeft zo'n borsteltje en is dus blauw van kleur. Normaal zijn primers wit, maar deze is dus blauw. Ik geloof niet dat je heel veel blauw terug ziet hoor. Nee, dat valt geloof ik wel mee. Dan gaan we nu door met de ooghoek. Daar ben ik zelf ook wel heel erg benieuwd naar. Ze hebben twee kitjes en ik heb gekozen voor het nude paletje. Het Days Like This nude eyeshadow paletten. Ik gebruik altijd meerdere kleuren in mijn ooghoek. Ik heb mijn ogen niet geprimed, want er zit ook geen primer in de collectie. Dus het leek me ook gewoon handig om te gaan kijken wat ze dus doen als je ook geen primer gebruikt. Het paletje is een beetje lastig open te krijgen. Ik pak een vrij fluffy kwastje en dan ga ik allereerst in dit kleurtje. En ik ga deze in mijn kaderbult aanbrengen. Eigenlijk als een soort transitiekleur. Ik gebruik altijd meerdere lagen. Oh, die kleur vind ik wel heel mooi. En dan pak ik een vrij puntig kwastje en dan ga ik in dit kleurtje. En die ga ik zeg maar een beetje als overloop aanbrengen. Eigenlijk een beetje op het gedeelte waarbij je oog, als je je oog dichtknijpt, dan heb je hier altijd zo'n heel klein streepje. Daar ga ik hem eigenlijk een beetje in aanbrengen. Ik doe dit altijd vrij royaal. Waardoor de overloop eerst niet heel erg mooi eruit ziet. Maar uiteindelijk ga ik hem helemaal inblenden. Deze kleur maakt niet heel veel verschil, zie ik, in deze look. Maar op zich geeft het niet. Ik doe gewoon wat meerdere laagjes. De producten pakken vrij goed op. Ook wel pigmentvol. Zo. Dan pak ik even een blending squashje en dan ga ik met ronddraaiende bewegingjes. Ga ik het blenden. Zo. Dan pak ik even een ander squashje. Beetje fluffy. Dan ga ik in dit kleurtje, de andere bruine. En die ga ik in haar Outer V aanbrengen. Het is wel echt een hele mooie ooglook. Het is wel echt een eentje die je ook echt wel dagelijks kunt doen. Dit paletje kun je wel echt dagelijks gebruiken als ik het zo bekijk. Ook hier best wel wat laagjes. Maakt niet uit, als je het overloopt er eerst niet zo mooi uit. Uiteindelijk blenden we alles uit. Ze zijn wel wat poederig, de oogschaduws, maar op zich is dat helemaal niet erg. Zo, dan pak ik weer even een blending squashje en dan ga ik weer blenden. Ik maak altijd hele zachte, ronde bewegingetjes. Zodat de overloop best wel mooi wordt. Ik vind er zo wel heel goed uitzien. Dan pak ik een ander kwastje. En daarmee ga ik in dit kleurtje. Die. En die ga ik aanbrengen op het bewegende gedeelte van het ooglid.
gewoon eigenlijk een beetje deppend. Dat hoeft niet heel overdreven. Ja, ik vind het wel een hele mooie look. Hij heeft een lichte fallout, dat zie ik wel. Nou ja, dat blijf je toch altijd een beetje houden, denk ik. Dan pak ik even een heel klein kwastje en daarmee ga ik in de witte kleur. En die ga ik op het wenkbrauwbod aanbrengen. Als een soort highlight effectje. Beetje uitvegen, want hij is best wel heftig. En aan de binnenste ooghoeken breng ik die aan. Zo, dan zit de oogschaduw er alweer op. Ik ben echt wel heel tevreden over dit paletje. Hij is wel echt, ja, dit vind ik echt een topper. Dan gaan we door naar de eyeliner. De Infallible Flix Glossy Eyeliner Pen. Ik ben heel benieuwd of je hier een beetje een goed streepje mee kan zetten. Dus even het beeldje iets verschuiven. Ik ga niet voor een wing, ik ga voor een gewone lijn. Valt me niet tegen, moet ik zeggen. Nee, ik vind hem eigenlijk wel heel erg mooi. Hele goede eyeliner. Oké, dan gaan we door naar de mascara. De Max Drama Volume en Length Mascara in Waterproof Variant. Ik ben heel benieuwd. Dit voelt verder van fijn, kan ik je vertellen. Echt een hele nare mascara. Het borsteltje doet heel erg veel pijn. Nee, het is echt helemaal niks. Ik had eigenlijk best een goede hoop op het borsteltje, maar het valt eigenlijk heel erg tegen. Oh. Het is echt verschrikkelijk. Nee, die mascara die vind ik echt vreselijk. Dan heb ik natuurlijk nog een mascara. Dan gaan we die gewoon eventjes proberen. Eigenlijk is die vooral voor de onderste wimperrand. Maar omdat ik nu eigenlijk op de bovenste wimperrand ook niet heel veel zie, ben ik wel benieuwd wat hij dan toch nog doet. De Less Define Skinny Mascara. Heeft echt een heel fijn kwastje, dus ik ben heel benieuwd. Oh. Deze vind ik fijn. Hij brengt heel fijn aan. Kan echt bij de kleinste haartje. Ik ga hem toch ook even hier testen. Ik denk niet dat hij voor de bovenste wimpers heel veel doet, maar misschien dat hij toch wel even de kleine wimpertjes mee kan pakken. Dit is echt een toppertje. Andere kant. Oeh. Heel goed. Wauw, die vind ik echt top. Dat is echt een heel fijn dingetje. Ik denk dat hij ook wel gewoon heel fijn is om mee te nemen. Omdat het best wel een handig formaatje is. Ja,
Die vind ik heel erg fijn. Dat is wel echt een hele fijne. Wel jammer dat ik aan de bovenste wimpers niet heel veel volume heb. Maar de kleine mascara maakt het enigszins nog wel goed. Dan zijn we toegekomen aan de laatste stap. En dat is Pixie Spray. Make Me Last Matte and Refresh Setting Spray with Oil Control. Hij is wel lekker fris, moet ik zeggen. Ja, dat is echt wel heel lekker. Ik ben niet iemand die heel veel fixing spray gebruikt. Maar die vind ik wel heel lekker. Dat voelt echt heel erg lekker verfrissend aan. Dan is dit de look geworden die ik ermee heb gemaakt. Ik heb nu niks op mijn lippen gedaan, omdat er niks voor de lippen bij zit. Even een eindoordeel over de producten. De face drops vind ik op zich prima. Voel ik fijn aan. De primer vind ik minder, want die vind ik echt te vettig en je ziet ook niks van die kloot terug. De drops vind ik tegenvallen omdat je die gewoon niet terug ziet op het gezicht, bijna niet. De concealer vind ik fijn, heeft wel een goede dekking. De foundation vind ik niet fijn, want die trekt eigenlijk alles wel een beetje weg. Ik heb een heel erg cakey effect gekregen. De mascara primer, die vind ik echt helemaal niet fijn, want die doet echt heel weinig. De fixing spray vind ik heel fijn, voelt lekker verfrissend aan. De mini mascara is echt een topper. De gewone mascara vind ik echt een flop, die doet echt zeer. Het oogschaduwpaletje vind ik echt geweldig, die kan ik echt aanraden. De blush die vind ik eigenlijk ook wel heel erg fijn, die werkt heel goed. De wenkbrauwgel vind ik op zich dik prima. Doet wat hij moet doen. Mijn wenkbrauwen zien er wel mooi uit. De kleur past ook. Het wenkbrauwpennetje vind ik iets minder, want het is gewoon iets minder mijn ding. En ik heb toch het idee dat ik er iets minder nauwkeurig mee kan werken uiteindelijk, omdat ik toch wel wat witte plekjes zag. De eyeliner vind ik top. Die werkt echt heel erg fijn. En ook de poeder vind ik wel heel erg fijn. Ik hoop in ieder geval dat je een idee hebt gekregen wat ik van de producten vind. Ik ben wel benieuwd of je zelf al producten hebt gekocht uit deze lijn of dat je dat nog van plan bent. Ik ben toch over een aantal producten best wel tevreden, dus dat heeft me positief verrast. Ik wil je in ieder geval voor nu weer heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Het kan door op het rondje met mijn gezicht te drukken en op mijn kanaal zelf. En dan kun je ook het belletje aanzetten. Voor nu wil ik je in ieder geval bedanken voor het kijken en ik hoop je bij een volgende video weer te zien. Doeg!